Snaren onzuiver, want die darmsnaren moet je bijstemmen. En, 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 zenuwen, zweethanden, ontstemde instrumenten. In die begintijd was dat, was dat niet allemaal even best. Muzikaal was het heel sterk. En er werd door de mensen die op moderne instrumenten spelen, gevestigde orde, die op stalen snaren spelen en dus dat allemaal heel mooi gladjes kunnen afwerken, er werd erop neergekeken: want jullie zijn amateurs. Dit is uit uh, een, uh, ebbenhout gemaakt. En dat hebben ze uiteraard in, in, in de 18e eeuw gedaan. Maar de allereerste kleinetten en tjalomo's waren gemaakt helemaal uit buxes. Dus het mondstuk was ook uit buxes gemaakt. En dat heeft. De buxes, dat, 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 dat werkt. Dat, dat verandert altijd. En als de baan van het mondstuk verandert, tussen dus ried en mondstuk, zit je met enorme problemen. Uh, uh, soms gaat die gewoon sluiten en dan kan je gewoon niet spelen. En dat ervaring heb ik. Een paar keer gehad en toen dacht ik: nou ja, <laughs> dat kan gewoon niet.